Op dinsdag 22 januari stond de raadsvergadering in het teken van het bestuursakkoord en de beëdiging van de nieuwe wethouders. Ook was daar het moment om vanuit de oppositie te reageren op het bestuursakkoord. Nou is het zo, voor degene die wel eens verven, als je alle kleuren bij elkaar gaat mengen, dat je dan een of andere vreemde kleur bruin krijgt. En we dachten, dat is nou niet echt waar die nieuwe gemeente behoefte aan heeft, een soort bruine brei. Maar juist een raadsprogramma dat sprankelt en dat heel veel kleur bekent. Jij noemde het een bruine brei. Ja, nou, het ging eigenlijk meer over dat in het bestuursakkoord wordt heel regelmatig wordt de veelzijdigheid en de kleuren van alle partijen die bij elkaar kwamen. En toen dacht ik, ja, maar daardoor, door die veelzijdigheid en dat je eigenlijk alle onderwerpen even wil benoemen, maar het dan in dusdanige algemene zin dat er bijna geen kleur meer te onderscheiden was. En dat was eigenlijk mijn verhaal, van als je alle kleuren van het hele kleurenpalet bij elkaar doet, ja, dat weet ik uit ervaring, dan krijg je een of andere bruine braai inderdaad. En we dachten, nou, dat willen we niet. We willen niet dat het een of andere bruine braai is, maar dat we echt sprankelend en kleurbekennend die nieuwe gemeente Altena vorm gaan geven. Vandaar dat wij als ChristenUnie hebben gezegd, er mag eigenlijk wat meer zout in die pap als het ware. Er mag wat meer gezouten uitspraken in. En ook vanuit de Bijbelse opdracht om een zoutend zout te zijn, vonden wij het heel belangrijk om gewoon 7 belangrijke punten nog eens extra te versterken in dat bestuursakkoord. Naast het zout van de ChristenUnie voegde Pauline van den Tol van Burgerstem Altena daar wat peper aan toe. Het zout van de ChristenUnie zou ik willen aanvullen met wat peperkorrels. Om het allemaal wat pittiger en wat smakelijker te maken. U heeft het over toenemende zelfredzaamheid of samenredzaamheid. Ik wil u weer aangeven dat er toch een groot verschil bestaat tussen zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Zelfredzaamheid moet eigenlijk gewoon komen vanuit de gemeente, dat is een gemeentelijke zorg. Samenredzaamheid doen we met z'n allen, dat zijn de mantelzorgers, de familie en de buren. Daarnaast was er vanuit 2 oogpunten veel kritiek op duurzaamheid in het bestuursakkoord. Tijdens de campagne trokken we samen met Progressief Altena, maar ook wel met SGP, vooral op om ambitie te tonen op dit thema. Windmolens werden genoemd. Jammer dat die nu niet verzilverd worden in dit stuk. Duurzaamheid hebben we het vanavond al even over gehad. En wij vinden het ja, toch wel een beetje jammer dat daar waar de grote woorden gesproken zijn tijdens de campagne, dat je daar dan nu eigenlijk alleen nog maar ja, toch bruine brei terugziet. En een beetje slap aftreksel daarvan, want de windmolens die mogen er opeens niet meer in. Het onderwerp windmolens zorgde vervolgens bij de VVD voor andere vragen. We hebben u gevraagd, neem een concreet standpunt op tegen windmolens. En wij dachten dat we elkaar erin gevonden hebben in de campagne. Volgens mij stonden we naast elkaar op dat punt. En hebben anderen ook nog over de steep getrokken. En we lezen daarover heel erg weinig en heel erg vaag. De windmolens. Ja, volgens mij jouw verkiezingspunt zo'n beetje, toch? Dat is een van de dingen die wij heel belangrijk vinden. Wij vinden daarom ook dat de coalitie daarin concreet en duidelijk moet zijn. En als je het akkoord leest, CDA doet net of het heel duidelijk erin staat. Maar het staat niet duidelijk in dat er geen windmolens komen. Dus wij proberen de coalitie een beetje te helpen richting concreetheid en duidelijkheid. Daar zijn we voor. En volgens mij heb je nog steeds geen duidelijk antwoord, of wel? Het was nog steeds redelijk vaag. Het was een beetje een CDA-antwoord. Dus dat gaat de komende tijd nog wel wat enige debat leiden? Nou, wij zijn hier namens het volk aangesteld als waakhond, als raad. En dat zullen we zeker doen. We houden het goed in de gaten. Het windmolenverhaal, dat zal je de komende maanden wellicht nog wel regelmatig in de gemeenteraad voor moeten verantwoorden. Nou ja, dat was natuurlijk ook al een thema in de verkiezingscampagne. Dus in die zin is het niet nieuw. We wisten ook dat partijen daar verschillend over denken. Maar goed, we hebben een afspraak gemaakt in dit akkoord van we zitten niet in de windmolens. Maar we gaan op maatregelen die veel dichter ook bij huis zijn van onze inwoners. Dicht bij huis letterlijk, hè, bij de huizen, bij de woningen. En kijk, wij hebben natuurlijk nu een beperkte periode de tijd. En laten we dan de energie steken in zaken die echt iets opleveren, dan een discussie voeren over wel of geen meer windmolens.